Yo mensen, ik ben Trioxo en hier ben ik weer met een nieuwe Walibi Belgium uitbreiding update video. Als je redelijk nieuw bent op dit kanaal en je graag de vorige update video's wil zien, klik dan nu op de i in de rechterbovenhoek. Daar staat een link naar de afspeellijst met alle Walibi Belgium uitbreiding video's. Ik zie jullie na het intro. Yay, weer een nieuwe update video. Ik maak deze video's zeer graag en er is weer wat nieuws naar buiten gekomen. De Waalse krant L'Avenir heeft onlangs een artikel over Walibi Belgium's uitbreidingen geschreven, waar een aantal interessante nieuwe dingen in staan. Laten we beginnen. We weten allemaal dat Walibi Belgium de komende 5 jaar sterk gaat investeren. Het Waverse Park, geopend in 1987 voor Aqualibi dan, begon aan een uitgebreid investeringsplan verspreid over 5 jaar, van 2018 tot 2023, wat uiteindelijk neerkomt op een som van 100 miljoen euro. Uiteindelijk zal 75% van het park getransformeerd worden. Het begon met de uitbreidingen van Aqualibi. Kiddie Bay, een nieuw gebied voor kinderen die nog niet kunnen zwemmen, opende op 31 maart 2018. Ook had hij de bouw van de Family Fun Coaster, Tiki Waka, die in soft opening openging op 7 april 2018. Als jullie hierover meer willen weten, klik dan nu op de i in de rechterbovenhoek waar een video staat speciaal over deze uitbreidingen. De vergunningen voor deze werken werden tijdig afgegeven. Walibi is nu van plan om een geïntegreerde vergunning van de bouw en de exploitatie te verkrijgen voor de ontwikkeling en uitbreidingen van het park om zijn plan te blijven uitvoeren. Het openbaar onderzoek begint op dinsdag 17 april, dat was vorige dinsdag, en eindigt op 16 mei. Het park zal worden onderverdeeld in 8 thematische gebieden. De ingang, Festival City, de zone rond Weerwolf, Fabulous Harbor, de zone rond Pulsar, Explorer Adventure, de zone rond Taalton Terror, Exotic World, de zone rond Tiki Waka, Playland, de oosterse zone rond Raja River en Aqualibi. De vergunningsaanvraag verloopt per zone. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen per zone. Laten we beginnen bij het entree. 1. De ingang. De ingang van het park is opnieuw ontworpen met de installatie van een Walibi-totem. Een grote rode wee van 6 meter hoog komt te staan op een vernieuwd plein. Om het park binnen te gaan, moeten de bezoekers door een tassencontrole gaan. Er worden 10 detectiepoorten en tafels voor fouillering geïnstalleerd en voorzien. Daarna komen de bezoekers in een vrije zone waar ze kunnen kiezen om naar Walibi of Aqualibi te gaan. Uiteindelijk komen ze aan bij de ticketscontrole. De sfeer in dit gebied moet de sfeer zijn van een rustig mediterraans dorpje. De werken zijn gepland voor 2020. 2. Festival City. Festival City is de zone nabij Weerwolf. Het treintje dat rond het park rijdt, de Music Express, die eigenlijk al afgebroken is, en de Monster Truck zullen het park verlaten. La Coccinelle zal in een ander gebied worden geïnstalleerd. Op het plein voor de Weerwolf wordt een outdoor waterspeelplaats gebouwd. De sfeer zal die van een denkbeeldige stad zijn, geïnspireerd door het zuiden van de Verenigde Staten en het Caraïbische gebied. Het werk zal worden verspreid tot 2021. 3. Fabulous Harbor. Fabulous Harbor is de zone tussen Pulsar en Psyche Underground. Skunk's Tour, een minitrein voor kinderen, wordt naar dit gebied verplaatst en zijn layout wordt aangepast. De atmosfeer zal worden geïnspireerd door een industriële vissershaven. De werken staan gepland tussen 2021 en 2023. 4. Explorer Adventure. In dit gebied rond Taalton Terror, met het Wilde Westen thema, komen 2 nieuwe attracties te staan. Als eerste een Mac Twist & Splash, een gezinsattractie waarbij 9 draaipots uitgerust zijn met waterpistolen die zich in een plas water bevinden. Ook komt er een Thrill Ride, een mechanische arm die draait tot een hoogte van 22 meter, toegankelijk vanaf 8 jaar. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk om een Skyfly van het bedrijf Gerstlauer. Deze aanpassingen zullen worden aangebracht tussen 2019 en 2023. 5. Exotic World. Dit is natuurlijk het gebied dat dit jaar opende en waar ze nog volop aanpassingen aan het aanbrengen zijn. Het is in dit gebied dat Tiki Waka, de nieuwe Family Fun Coaster, zich bevindt. Hier zal in 2021 ook de snelste en hoogste achtbaan van de Benelux komen te staan. Hij zal een hoogte hebben van 53 meter hoog en zal een snelheid bereiken van wel 114 km per uur. De karting daarentegen zal verdwijnen. Oh, thanks God. Oh my God, yes. En oké, ik ben heel erg blij dat die karting weggaat, want het steekt gewoon af. Het is zo lelijk in de Exotic World. Het past er ook gewoon totaal niet bij. Ik ben blij. Het gebied zal worden aangekleed in verschillende sferen.
Afrikaanse sfeer, Polynesische sfeer, tropische sfeer enzovoort. 6. Playland. Het gebied bedoeld voor kinderen, gelegen tussen Raja River en Psyche Underground, zal een nieuwe kinderachtbaan krijgen. Dit zal een kleine achtbaan zijn, gebouwd door Zierer. Hij zal maximaal 10 meter hoog worden. Deze achtbaan zal in 2019 openen. 7. Easterzone of Oosterse Zone. Jammer genoeg is er van deze zone nog niet echt een naam bekend, tenzij ze als naam natuurlijk gewoon Eastern Zone nemen. Deze zone bevat het gebied rond Cobra, maar ook Raja River behoort hier nog bij. In een sfeer die doet denken aan India en het oosten, zal een nieuwe attractie worden geopend in de lobby van de Alibaba attractie. De Spinning Dark Ride, waarbij bezoekers gewapend met een lasergeweer door 5 verschillende scènes gaan. En dit vind ik toch wel opmerkelijk. Als eerste ging het hier om een draaiend theater, maar na een tijdje was bekend geraakt dat dit een nieuwe soort trackless dark ride, een zogenaamde erratic ride, ging zijn en dat het gebouwd zou worden door Alterface en ETF Ride Systems. In het artikel lijkt het dan net alsof er weer sprake is van dat draaiend theater. Ik vind dit een beetje raar en ben zeer benieuwd welke van de twee soort attracties het gaat worden. Deze werken en veranderingen zijn gepland voor tussen 2018 en 2019. 8. Aqualibi. Het aquapark heeft net uitgebreid en heeft de warme kleuren van het Caraïbisch gebied overgenomen. Daarnaast worden er 4 glijbanen geïnstalleerd met een maximale hoogte van 17,5 meter. Ze worden verwacht in 2022 of 2023. In mijn vorige video's zei ik altijd dat ik 4 glijbanen op de conceptart zag en dit wordt door dit artikel dus bevestigd. 9. Technisch gebied. Er zal een nieuwe mechanische werkplaats worden gebouwd, terwijl de toegang voor leveringen zal worden beoordeeld in een nieuw logistiekcentrum. Dit zou de inwoners van het steegje Albuze en Rue Joseph Duchamp moeten ontlasten. Dit staat gepland om te veranderen in 2019. Dit zijn in de grote lijnen de uitbreidingsplannen voor Walibi Belgium. Als jullie meer details willen, raad ik jullie aan om mijn vorige update-video's ook te bekijken. Ook hierbij geldt dezelfde afspeellijst als je op de i in de rechterbovenhoek duwt. Maar er is nog meer. In de aanvraag om een vergunning wil Walibi Belgium de openingstijden van het park wijzigen. Van 9 uur tot 19 uur, in plaats van 10 uur tot 19 uur, zoals dat op dit moment is. Ze willen ook 20 speciale dagen. 10 meer dan momenteel. Tijdens deze dagen zou het park dan open blijven tot 11 uur 's avonds en gelden dezelfde geluidsnormen als overdag, waardoor er nachtshows mogelijk te maken zijn. Vooral tijdens Halloween is dit een must en kunnen ze daardoor meer vuurwerkshows geven. Ter compensatie biedt het park 1 dag van volledige sluiting voor elke uitzonderlijke dag. Dit wil dus zeggen dat Walibi Belgium minder veel dagen open zal zijn als nu, maar wel langer open zal zijn op de dagen zoals nu. Er is ook een vraag naar 10 dagen voor bedrijven onder dezelfde voorwaarden als uitzonderlijke dagen, maar zonder de mogelijkheid van vuurwerk. Dan gaan we over wat iets wat de omgeving wat meer geruststelt. De Limalmolen zal niet worden afgebroken. De watermolen van Limal, bekend als de molen van Menil of Meny, werd bedreigd door de transformatie van het park. Uiteindelijk besloot Walibi om deze niet te slopen, maar te schenken aan de inventaris van het cultureel ontroerend erfgoed van het gewest. In 2018 werden er 1850 miljoen bezoekers verwacht, maar jammer genoeg haalden Walibi en Aqualibi dat jaar maar 1387 miljoen bezoekers. Parkambtenaren hopen nu tegen 2023 die 1850 miljoen bezoekers te bereiken. En ik denk zeker en vast dat dat zal lukken. Dan zijn we aangekomen bij alweer het laatste stukje, maar dat kan nog redelijk interessant zijn voor mij. Dit gaat over de jobs. Het park biedt werk aan ongeveer 300 fulltime medewerkers en maximaal 800 FTE's in het hoogseizoen. Met de verwachte toename van bezoekers zal ook het aantal werknemers naar verwachting toenemen. Een stijging van ongeveer 150 FTE's in het hoogseizoen en ongeveer 45 FTE's in het jaar wordt verwacht. En dan zijn we aangekomen bij het einde van deze video. Wat ik bij deze video deed, was eerst een script maken, zodat ik vlot zonder haperingen in de video praat. Als jullie willen dat ik voor meer video's eerst een script schrijf, laat het dan weten in de comments. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Volg mij zeker op social media die je hier nu in beeld ziet. Dan ben je altijd op de hoogte over mij en mijn kanaal. Ik vond dit zeker en vast een interessant artikel. En ik hoop dat jullie deze video ook heel leuk vinden. Willen jullie hier meer van zien? Abonneer dan snel, want dat steunt me enorm. Vergeet niet op het belletje naast de abonneerknop te duwen. Want dan krijg je altijd een notificatie en melding als ik iets nieuw upload. En dan heb ik jullie nog maar 1 ding te zeggen, en dat is dat ik jullie bij een volgende video zie. Tot dan!